Op de eerste verdieping zijn de klaslokalen van Werkloont. En daar zitten mensen in groepjes achter de computer. Wat ben je nou aan het doen? Ik zoek vacatures van de betontimmerman. Want dat ben je? Ja. Hoe lang ben je al werkloos? Vanaf vorig jaar bouwvak, zomervakantie, dus al bijna een half jaar. Het is de eerste week leuk, de tweede week is misschien leuk, maar na 6 maanden begin je toch een beetje beu te worden. Ik in ieder geval wel. Ik heb toch liever dat ik elke dag om 5 uur mijn nest uitkom en gewoon heel de dag werk en voldaan thuis komt. Oh, daar is je brief. Dat is de sollicitatiebrief. Bent u op zoek naar iemand die graag de handen uit de mouwen steekt, dan ben ik dat. Ja. Dat moet wel verwacht worden als je bouwvakker bent. Hè. En hoe vind je dit project, dit werkloont? Ja, bezigheidstherapie, dit kan ik thuis ook gewoon doen. Maar dat is Job de Jonge, een van de groepscoaches van Werkloont, niet met hem eens. In zo'n groepsverband, hè, het met elkaar zitten, dat heeft een heleboel voordelen. Je ziet dat je sowieso niet de enige bent die in de situatie zit. Mensen zijn ook elkaars informatiebronnen, kunnen elkaar tips geven. Daarbij hebben we natuurlijk ook nog eens een keer de mogelijkheden om een aantal gereedschappen te gebruiken. Ja, waar je thuis niet de beschikking over hebt. We gaan vanmiddag een sollicitatiegesprek oefenen. Vandaag geven Job de Jonge en zijn collega Carona Bandu in een lokaal op de begane grond van het werkplein sollicitatietraining. Eerst een lijstje voorbeelden uit de praktijk hoe het niet moet. Een sollicitant nam tijdens een sollicitatiegesprek haar telefoontje op. Dat is echt gebeurd. En dan vroeg ze aan de interviewer of ze even alleen gelaten kon worden, want het was een privégesprek. Je gaat ook niet aan je interviewer vragen of je een lift krijgt naar huis omdat het al 5 uur is. Aan je oksels ruiken. Of toegeven dat je ontslagen bent omdat je je baas hebt geslagen. Jongens, voordat we met een rolspel gaan beginnen, vind ik het altijd belangrijk om te vertellen van dat je daarin geen fouten kan maken. Er is geen goed rollenspel, er is geen fout rollenspel. Er is alleen maar een rollenspel waarvan je met elkaar hoopt dat je er wat van leert. Neem plaats. Dank u wel. Zo. We zijn hier omdat u komt solliciteren als medewerker buitendienst, commercieel. Ja. Vertel eens wat over jezelf. Wie ben je? Wat doe je? Wat heb je gedaan? Nou, John van de Ven, ondertussen 28 jaar. Ik heb eigenlijk heel veel verschillende baantjes gehad ondertussen. Toch nog op zoek naar wat nou echt wel passend is, zeg maar. En toen kwamen we hierop uit als van, ja, vertegenwoordiger. Je bent toch representatief. Je komt toch voor een bedrijf uit. Je hebt toch, je geeft het goede voorbeeld, zeg maar. Je bent de vertegenwoordiger, soort van. Oké, waarom wil je per se bij ons werken en niet bij iemand anders? Waarom ga je niet als tv-presentator werken of wat dan ook? Waarom wil je per se hier werken? Waarom? Ja, dat is een hele goeie eigenlijk. Time-out? Ja, dat is eigenlijk een hele goeie, ja. Ja, ja. Zijn we op het station? Ja, daar gaan we. Kijk eens, daar komt het. Wat jij nu meemaakt, ja. En wat dat betreft, is dat gewoon een cadeautje wat je krijgt. Ja. Want voor hetzelfde geld zit je nu er tegenover zo'n asbak, hè? Ja. Klopt. Met alle respect natuurlijk. Ja, maar dan ben je ook wel iets meer voorbereid, denk ik. Als ik weet dat ik voor een als ik weet dat ik maandag een sollicitatiegesprek heb, dan heb ik 4 dagen lang om me voor te bereiden. Ja, maar ik wist zeg maar niet, zou ik me goed voorbereiden hoe ik daar echt... Het goede antwoord zoeken is, zie het goede antwoord maar te vinden en blijf kalm op dat moment. Ja, zeker. Ik bedoel, als ik me voorbereid... Ik vind het zelf niet. Oké. Okay. Omdat jij komt eigen verkopen. Ja. En dan maar moet wat, je, zou u dan? Dan zou ik zeggen, meneer, bij jou staat een vacature open. Daarom kom ik bij. Anders kom ik hier bij. Nee, maar is dat het juiste antwoord? Je moet de achtergrondinformatie van het bedrijf weten. In principe moet je hem zijn eigen bedrijf terugverkopen. Ja. Van waarom nou juist precies? Nou ja, omdat jullie dit en dat en dat en dan kom je er wel. Ja. Terug naar de eerste verdieping. De werkloongroep van groepscoaches Willy Marsman en Thierry Limonet. Dames en heren, mag ik heel even uw aandacht? Want we hebben ook nog een hele belangrijke mededeling. Vanaf deze week begint het werkcomponent. Werkcomponent is 1 dag per week. 8 uur werken om iets terug te doen voor de stad. En er zijn 2 dingen bedacht in Rotterdam.
Als u problemen heeft, klachten heeft, schouderklachten, knieklachten, enkelklachten, dan krijgt u zittend werk aangeboden. Bij Rotep Groen. Die maken plantjes van hele kleine stekjes en die worden dan verkocht bij de IKEA. Voor iedereen die geen klachten heeft, is het bekende Rotep-werk straat schoonhouden. Uw eigen wijk schoonhouden. Oftewel buurt service team medewerker. Als u er niet aan meedoet, betekent dat u dan het recht op uitkering verspilt. Dus het is voor u misschien een extra motivatie om misschien nog wel 10 sollicitaties extra te doen de komende tijd. Want als u zelf een baan hebt, ja, dan bent u van ons af. Ja, als u zelf een baan vindt van minstens 12 uur per week, dan vervalt dat verplichte onderdeel bij de Rotep. Ja, we maken even een rondje voor het geval u vragen heeft. Om bij u te beginnen, heeft u vragen? Niemand wil dit, weet je. Iedereen wil gewoon normaal werken. Maar ja, ja. Ja, maar je hebt geen keus. Nee, nee. Wat is de reden dat je het dan niet ziet zitten? Dat is volgens mij gewoon te zwaar voor een vrouw. Ik vind gewoon dat daar alleen maar een beetje rare mensen werken. Ik heb een tijdje ook dakloos geweest, dus ik ken die type gasten. Dus daarom praat ik over. Maar ja, als het moet, dan moet het wel. Dus, Je kan wel tegen een toekomstige werkgever zeggen van, ik heb werk. Ik ben niet alleen maar degene die een uitkering krijgt. Maar ik doe ook wat voor het geld wat ik krijg van Rotterdam. Dat is wel positiever, denk ik. Dat is het enige positieve dan. Wil je hem klikken? Dan is die open. Kijk, huppelakee. Je haalt de beugel. Haal we los. De zak gaat eraf. Het is iets na 8 uur. Rotterdam-Zuid. Tegenover winkelcentrum Zuidplein. En 3 mannen in oranje-roodtep hesjes krijgen uitleg van de voorman hoe ze de vuilnisbakken moeten legen. En een nieuwe vuilnisbak erin moeten doen. Kijk, dat gaat heel netjes. Ze kennen het. Geen probleem. Jullie zijn alle 3 hier via werkloon? Via werkloon, ja, klopt. En dit is de tweede week? Ja, tweede week, tweede werkdag dus, in principe. En wat vind je ervan? Moet ik eerlijk zijn? Ja. We verdienen veel beter. We kunnen veel meer. Vooral wij jongeren dus. Hoe oud ben je? Deze maand word ik 25. Wat zou je eigenlijk willen doen? Is in de computer, waar ik diploma's eigenlijk voor heb. Volgende week weer? Voor mij niet, denk ik. Tenminste, ik heb al een werk gevonden wat ik 1 keer in de week mag doen. Ah ja, wat dan? Het is bij de shawarma-zaak. En als ik dus gewoon serieus werk, wilt hij me wel 5 dagen hebben. En ben je nou harder gaan zoeken? Ja, ja, zeker weten. Ja. Ik heb nu inmiddels al volgens mij 30 sollicitaties gedaan in 2 weken tijd. Dat, eerlijk gezegd, dat zou ik nooit van mijn leven doen.